ons het mooie wijk te Waluwe gebeurt altijd wel iets. En daarom nemen we u graag mee op pad. Welkom bij Wijk TV de Waluwe. Mijn werkcollega Groenendijkse Kampen. Een aantal mensen gaat vandaag wat meer vertellen over onder andere het bestemmingsplan en dat ondersteunen van het plan. Ik wil beginnen met het woord geven aan de heer Messenmaker. En onderwijs is een belangrijk middel om die toekomst ook echt mogelijk te maken. En wat dat betreft ben ik heel tevreden, en dat klinkt misschien een beetje uitdagend, maar zo bedoel ik het niet, maar heel tevreden dat het besluit het gevallen is in de gemeenteraad om de onderwijshuisvesting voor het Melet College ook heel serieus te nemen. Maar ik weet verdomd goed, en zeer met een degen, dat er daarmee ook een andere toekomst, in ieder geval stevig onder druk komt staan, dat is de toekomst van de woonomgeving van de mensen die in de buurt van of heel dichtbij die school wonen. En ik denk dat het heel erg van belang is in het hele proces om daarover met elkaar in gesprek te zijn, zodanig dat de belangen die daar leven hun plek kunnen krijgen in de planvorming die er gaat plaatsvinden. In ieder geval, van de kant van de school uit, kan ik zeggen dat de bereidheid om te blijven luisteren en rekening te houden met van de kant van de school echt gedurende het hele proces en ook daarna steeds zal zijn. En ik hoop vanavond op goede uitwisseling van vragen, gedachten enzovoort over het hele project. Ja. De aanleiding laat ik vooropstellen dat het gemeentebestuur, zoals u begrijpt, grote waarde hecht aan goede schoolvoorzieningen voor onze scholen hier in de gemeente Kuik. Ik mag zeggen in het bijzonder over het Melet College. Want het Melet College is al zo'n 8 tot 10 jaar bezig met plannen voor herhuisvesting. En dat heeft de reden dat de gebouwen zijn verouderd, gedateerd zou je kunnen zeggen, en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Bovendien denken we ook dat we met de herhuisvesting van Melet een versterking zullen teweeg brengen van het voortgezet onderwijs in Kuik. Het een belangrijke impuls kunnen geven, dus ook een heel belangrijk argument voor de nieuwbouw. Even teruggaan in het recente verleden. In oktober 2011 heeft de raad besloten dat de Homburgcampus, dat we daar niet meer verder gaan. En dat eerder ook Melet had aangegeven dat ze niet meer naar de Homburgcampus wilden. En dat had alles te maken met het feit dat in de loop der tijd zeg maar, vele functies zijn afgevallen. En eigenlijk voor Melet ook niet meer interessant was om op de Homburgcampus te blijven zitten. Dus de raad heeft dat besluit genomen en ook een besluit dat wij naar een andere locatie zouden gaan en wel in principe de Groenendijkse Kampen. Daaraan de grondslag lag zeker ook de afweging, er zijn meerdere locaties in betrokken. Weliswaar niet zo diepgaand als in de tweede fase waarin de Grote Straat en de Groenendijkse Kampen verder zijn uitgelicht. Maar toch, we hebben ook gekeken naar, kan het op de Grote Straat, kan het op de Robijnlaan? Kan dat misschien bij Groot Heiligenberg, Parkbos. Uiteindelijk zijn er twee overgebleven, Grote Straat en de Groenendijkse Kampen, waarvan we gezegd hebben, daar gaan we nog eens wat nader, ook op verzoek van de raad, nader inzoomen. En uiteindelijk heeft op 22 oktober 2012 de raad een definitief besluit genomen om naar de Groenendijkse Kampen te gaan. Sinds het raadbesluit van oktober 2012 hebben we uiteraard niet stilgezeten, we hebben samen met het schoolbestuur zijn op zoek gegaan naar een stedelijke gewoon. Het is uiteindelijk Connected Cities geworden, Maarten Dubbeling en zijn medewerker. We hebben voordat Maarten aan het werk kon met elkaar doorgesproken welke kaders er moesten worden meegenomen. Dat waren een aantal. Ik ben niet uitgeput in de opsomming, maar ik wil het toch wel een aantal noemen. De hoogte van het gebouw, de afstand van het gebouw tot aan de woningen van de Katwijkseweg, de situering van de ingang, de situering van het schoolplein, er moest in het ontwerp meegenomen worden en retentiebassin voor het hemelwater en zorgvuldigheid met betrekking tot het groene uitzicht vanuit de Katwijkseweg. Behalve de input die Maarten van ons heeft meegekregen van het schoolbestuur, ook input die verkregen is doordat men is gaan praten met waterschap, Sion, omwonenden en wijkraad. En met al die gegevens is het eigenlijk de stedenbouwkundige aan de slag gegaan. En heeft nu een plan dat hij u graag wil presenteren en wat de basis gaat worden voor het bestemmingsplan. Wel, allereerst moet gezegd worden. En dat heb ik ook gezegd op het allereerste moment dat ik bij deze gemeente aan deze mooie opdracht mag beginnen. Ik heb van begin af aan gezegd, het is een bijzondere locatie voor een school.
kijk naar scholen van deze omvang, zoals die nu gebouwd worden en in het verleden de afgelopen 20 jaar gebouwd zijn, dan zult u zien dat veel van deze functies zijn gebouwd op de overgang van de ene wijk naar de andere wijk. Een wijk uit de jaren 70 naar die wijk uit de jaren 80, of de overgang van een woonwijk naar een bedrijventerrein. Maar zo aan de voet van de dijk is toch wel een hele bijzonder. Te meer ook omdat je dan gelijk ook merkt dat er verschillende wetmatigheden en verlangens en functies en eisen op die locatie allemaal wel weer terugkomen. Het ligt, zoals gezegd, tussen Kuik en de Maas. Wat komt daar verder bij kijken? De specifieke locatie, ook de wens, ook meegekregen. Niet genoemd door de wethouder. Wel de wens dat het een landmark moest zijn. Dan niet zozeer een landmark in de hoogte, maar wel een landmark in verschijningsvorm. Een gebouw met een bite, een gebouw met een gezicht. Dat allereerst. Het zit natuurlijk ook nog een beetje in het verlengde van de Kuikse kantelen die nu gerealiseerd gaan worden. Het plan voor Park Bos, waar ik een paar jaar geleden aan heb mogen tekenen. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. De relatie met de sportvelden, de waterberging en vooral ook de ligging aan de dijk, een zicht over de rivier. Dat zijn allemaal zaken die daarin meespelen, maar ook hoe de stroom van leerlingen uiteindelijk op gang komt richting dat gebouw. Uiteindelijk komt het toch neer dat we op zoek zijn gegaan naar een gebouw dat min of meer zeg maar, in een soort haak zich vormt, in een soort L-vorm, met hier een verhoging. Sporthal zo dicht mogelijk ook bij deze parkeerplaatsen. Maar het grote voordeel is dat overdag worden de parkeerplaatsen voor de voetbalvelden van Siel eigenlijk nauwelijks gebruikt. En nu zouden ze overdag goed gebruikt kunnen worden voor school. Dus je zou een prachtig dubbel gebruik kunnen hebben. We hoeven daardoor eigenlijk ook geen parkeerplaats meer aan te leggen. Want we kunnen de parkeerplaatsen van Siel daarvoor gebruiken. Nou, dit is dan de waterwerking. Maar het betekent ook dat die sporthal vrij dicht bij de parkeerplaats ligt. Dus zeg maar het afzetten van kinderen of van richting die sporthal is goed gewaarborgd. Je kan er goed bij komen met de auto. Dat is het voordeel van deze ordening. Wat je nog wel hebt nog wel hier is een stevige opgang. Maar in overleg met de omwonenden hebben we toch bedacht dat daar een andere oplossing voor zou moeten komen. Nou, dit is het derde model wat we toen gemaakt hebben. Dat gaat nu. Uiteindelijk is dit nu het focusmodel geworden. Waarbij we, u ziet hier die grote opgang, die is hier nu weg. We hebben dat met name verplaatst naar deze hoek. En waar we met name ook aan gedacht hebben is het meer zeg maar, landschappelijk in te passen. De toegang tot de dijk ook wat steviger neer te zetten. Maar vooral ook in dit model zit ook het idee om het fietsparkeren zoveel mogelijk achter het gebouw te doen. Niet voor het gebouw, maar achter het gebouw. Dit is wel een behoorlijke ruimte. Daar komt ook de meeste lawaai vandaan. Ook om, en wat we hiermee willen bereiken, is bovenop die die fietsenstalling ook een dek te maken. Een dek wat dan uitkomt op de bovenkant van de dijk. Daar ook de meeste scholieren op te vangen. Met zicht over de rivier. Misschien de enige plek is waar ze dan wifi hebben. Dat ze daar telefoontjes met elkaar kunnen pingen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat ze proberen die scholieren zoveel mogelijk aan de andere kant van het gebouw te krijgen. Dat is de 75 meter lijn waar Martin het net over had. Die hebben we niet helemaal als grens genomen van de bestemming maatschappelijk, maar wel van het bouwvlak. Achter deze lijn mag het gebouw staan. Voor die lijn zit hier ook een stukje bruin. Dat heeft te maken met dat het feit dat de buitenruimte, de schoolpleinen die erbij horen, parkeren wat erbij hoort, dat het wel aan de functie hier, bij de functie hoort. Dus dat betekent niet daarom de bestemming maatschappelijk krijgt. En verder hebben we het hele terrein de bestemming groen gegeven. Groen mag wel geparkeerd worden, maar ook speelvoorzieningen komen. Dus het is wel de groenbestemming zoals ze ook in de valium zit. Hij is nog niet beperkt. Dat is niet vastgelegd en er mogen een aantal dingen niet. Geen parkeren. Jawel, mag wel. Mag wel geparkeerd worden. Dat betekent gewoon dat het al per definitie redelijk grote problemen kan opleveren bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Ja, maar dus er is nog een concept, hè? Er is duidelijk in de raad door de wethouder toegezegd alles
wat er van de school is, blijft achter de 75 meter. 1 mm of de 75 meter, het gebouw. Grens en het gaat fout. Het gebouw blijft achter de 75 meter. Nee, de volledige voorziening blijft achter de 75 meter. Yes. Nou, ik heb het opmerkt tegen 75 meter. Ja, oké, dat kan. Zullen we nog wel even bij zeggen, hier staat het concept. Het bestemmingsplan is nog niet naar BMW geweest. Je krijgt het nu eerder te zien als de andere wethouders. We zien de rest nog niet. Dus het is ook nog zo dat het een concept hier alvast toegelicht wordt als vervolg op het stedelijk plan. Die procedure volgt nog, dat komt ook uitleggen over van de moment. In ieder geval mij is meegegeven 75 meter gebouw en de functies die erbij horen zitten in de stemmaatschappelijk. Waarom? Laat ik een vraag stellen. Waarom zou je in dat groene vlak ook een parkeerplaats willen? Ja, dat is de standaard die de gemeente dat is een standaard antwoord. Maar dat is mijn vraag aan de wethouder Stoffels. We hebben daar geen parkeerruimte nodig. Dat is ruimte van parkeerruimte van het Sionplein. En nu ineens komt er ineens een parkeerruimte langs. In de toelichting wordt ook beschreven dat die parkeerruimte daar niet nodig is, dat die ook niet aangelegd zal worden. Maar, waarom zou je dan die bestemming eraan geven? Dat is de discussie die we ook hadden en die we ook hebben. En die we ook wij hebben een aantal voorstellen gedaan om ze eruit te halen. En we hebben gezegd van ja, tegelijkertijd is de opdracht. Neem de bestemming van Veiligheid over. Dus overal waar hier groen is, op dit moment mag geparkeerd worden. Van mij mag het ook uit. We hebben de synergievoordelen van deze locatie ook gezien in het gezamenlijk maatschappelijk gebruik maken van de parkeerplaatsen. Dus geen aanleiding. Je hebt 3 parkeerplaatsen in het buurt. Hè? Dus dat is van SIO, van de hockeyclub en GVC. Ja. Dat zijn een aantal parkeerplaatsen. Daar kun je elkaar van de hand op kwijt. Ik kan nog even een vraagje. Bij ruimtelijke plannen staat zowel het parkbos als dit als groen op de kaart. Groen. Groen op het ruimtelijke plan van het ministerie, sport en groen. En nu zegt u dat het groen alleen voor die dijk zou gelden. Er wordt hier een beetje een techniek gebruikt waarvan ik denk het is groen en sport. En niet alleen sport. Wordt groen, maatschappelijk groen. De hele sportbestemming gaat er helemaal af. Nou goed, als het sport is, dan kunt u ook wel ophouden. Want er ligt een besluit van het college, het vorige college in 2006, dat de bestemming sport 20 jaar lang gegarandeerd is. Ja. Als het college nu een besluit neemt wat strijdig is bij het college besluit eerder, zullen ze een verdomd goed moeten onderbouwen dat het inderdaad is. Ik heb in het hele verhaal tot nog toe geen enkel argument gehoord op basis waarvan de bestemming gewijzigd zal worden. Ik stel toch voor dat we de presentatie laten afmaken. Maar goed, we hebben nog nooit antwoord gekregen waarom in strijd met het huidige bestemmingsplan, waarin staat dat de structuurvisie Land van Kuik gevolgd moet worden, dat er pas na 2026 eventueel woningbouw zou zijn, tot die tijd sportbestemming. We hebben nog nooit antwoord gehad waarom het nu wel zou kunnen. We hebben dan laatst bij de gemeenteraad. Ik ga u hier vanavond echt niet overtuigen. Dat weten we. Nee, maar hoe krijgen wij daar geen antwoord op? U heeft van ons antwoord gehad. Alle vragen die u ook is schriftelijk hebt meegediend. Over antwoord gehad. We hebben met de burgemeester en u bij elkaar gezeten. En toen hebben we geen antwoord gehad. Toen hebben wij op het verzoek van u als de burgemeester en bij onze laatste grieven die wij geuit hebben in de raadsvergadering toegestuurd. En die gaan juist over de juridische complicaties. Daar staat in, hoe kan het zijn dat als een huidig bestemmingsplan de gemeente aan te stoppen de burgers. Dat het huidige bestemmingsplan, mag ik even mijn zin afmaken? Ja? Als het huidige bestemmingsplan zegt dat bij wijzigingen en toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden met de structuurvisie, waarom dan de gemeente nog geen antwoord geeft op die vraag en nu met een bestemmingsplan komt en een enkele aandacht tot op heden besteedt aan die afspraken en die bestuursbrief die er is. U heeft zelf op die vergadering tegen uw collega gezegd van kennen wij die brief? Ja, zei meneer De Koon, je zit in het dossier. Het bestuursbesluit van BMW uit 2006. En kom dan niet met het gezegd, we hebben antwoord gekregen. We hebben na de vergadering die we hebben gehad met de burgemeester, hebben wij u, de burgemeester, onze vragen uit de raad. Ik ben een voorzitter, echt op alle vragen antwoord gekregen. Nee, mocht het zo zijn, check dat na.
dat u op die specifieke vraag geen antwoord heeft gehad, krijgt u. Maar dat komt hier toch ook aan de orde? Waarom zou het bestemmingsplan gewijzigd kunnen worden als het huidige bestemmingsplan dat verbiedt? Het huidige bestemmingsplan is een volgende vraag, daar heb ik misschien meneer Metzenmaker, of anders even kijken hoor. Hoe voorkomt. Hoe voorkomt Merlet een mogelijk ontstaan van een leerlingenstroom richting de Lidl met daarmee gepaardgaande zwerfvuil overlasten? Ja, nou, en daarvoor is de plek heel erg interessant. Kijk, er is nu tegenover onze school aan de Grote Straat is er ook een supermarkt. En die supermarkt vindt dat niet altijd even leuk dat die leerlingen daar komen. Dus die zeiden tegen onszelf al, ik geloof dat Ben Leen, een directeur van de school, dat kan bevestigen, zorg dat die leerlingen niet bij ons komen. Nou, goed, door de situering van het gebouw met het leerlinggedeelte tegen de dijk aan, wordt eigenlijk de leerlingenverblijfplaats wordt afgeschermd. Waar wij ook voor willen zorgen is dat die leerlingen op het schoolterrein blijven. Op het moment dat ze geen les hebben en niet naar buiten gaan. De poorten kunnen gewoon dichtgemaakt worden. Ja. Zeg niet dat dat niet kan, want ik heb op een school gewerkt waar we dat gewoon deden. En dan bleven alle leerlingen van klas 1 tot en met 6 gewoon tijdens schooltijd op het schoolterrein en gingen niet de woonwijk in. Maar dat is overigens een probleem wat overal speelt, hè? Als je een supermarktje naar hier hebt. En waar we overigens niet alleen de school op aan moeten wijzen, maar dan moeten we ook kijken naar de ouders die van thuis uit de leerlingen A geld meegeven en B de snoepzakken in de schooltas stoppen, zoals voordat ze komen. En als ze leeg zijn om 10:30, dan gaan ze naar de supermarkt. Dus ja, ik vind dat niet echt iets wat specifiek is voor de school op die plek. Waarom op die plaats? De wijk wordt zo nog meer ingeklemd tussen de Spoordijk en de Maasdijk. Het open landelijk groen verdwijnt. Waarom die plaats? Daar is een kwestie afgegaan. Er zijn verschillende aspecten naast elkaar zijn gezet. Een unieke locatie. Locatie waar we synergievoordelen hebben. De parkeerplaatsen, de sportvelden. Dus in combinatie met sportverenigingen is er heel goed mogelijk. En daar zijn sportverenigingen ook ontzettend blij mee. Het feit dat het geen decentrale ligging is voor onze leerlingen. En een omgeving die weinig aanstoot geeft om, zoals zeg maar, nu aan de Grote Straat, daar zit een bedrijf, daar zitten winkels. Het is een rustige omgeving, uitstekend voor leerlingen om daar schoolonderwijs te hebben over te zien. Maar als moet je de quick scan maar eens nalezen, er staat het voorwoordje beschreven om het voor deze locatie te gekozen. Ik heb ook nog een aantal vragen van meneer en mevrouw Van de Heuvel. Als eerste, waarom is de Robijnlaan, waarom is Robijnlaan geen optie als locatie? Hij is wel ook in beeld geweest. Net als bij de Grote Straat ook afgevallen, omdat bestaande locatie betekent, als je daar wilt gaan nieuw bouwen, dan moet je het oude gebouw afbreken en moet je tussentijds allerlei voorzieningen gaan treffen om je leerlingen toch gedurende de tijd van de bouw te kunnen schoolonderwijs te kunnen geven. En het is bij de Grote Straat ook heel nadrukkelijk becijferd en geconcludeerd is daar dat nogal wat duurder is dan een nieuwbouw op een andere locatie. Bovendien is de plek aan de Groenendijkse Kampen qua ligging, qua uitstraling veel gunstiger dan deze plek voor een nieuwe school. Dus die is al een heel vroegtijdig stadium is die afgevallen als voor de nieuwe locatie. Wat wordt gedaan aan de mogelijke waardevermindering van de huizen, denk ik, van de omwonenden? Ja, nou, is bekend dat in de ruimtelijke ordening er grondschaderegeling is opgenomen. Dat mensen die door ruimtelijke ontwikkeling denken schade te ondervinden, die kunnen daar een beroep op doen. En dan komt er een onafhankelijk bureau, die gaat becijferen, gaat onderzoeken of er sprake is van schade en ja, om hoeveel schade gaat. En dan worden mensen schade opgesteld. Tenslotte, hoe wordt de verkeersveiligheid verder verbeterd of geborgd? Ja, dat is ook iets van nare uitwerking, maar de Katwijksweg zal in ieder geval een 30 km per uur weg worden. Dus de snelheid zal omlaag moeten. We hebben nu, dat is misschien wel een land noodmaatregelen getroffen, maar zal uiteindelijk in een totale herinrichting zal een 30 km zone geïntegreerd worden in het ontwerp. Dat betekent dat de snelheid omlaag gaat. En hoe het met de oversteekvoorzieningen precies gaat, die moeten er natuurlijk komen. Veilige oversteekvoorziening, ja, dat kan ik nu niet zeggen, dat wordt iets van nare uitwerking. We hebben nu de situatie dat VMBO-onderwijs hier zit en HAVO-VWO-onderwijs op een andere plek. Wat wij zien is dat met name de VMBO-T-leerling er niet voor kiest om op een specifieke VMBO-locatie naar school te gaan. Die wijken allemaal uit naar de buurtgemeente Boksmeer. VMBO-T kan overleven op het moment dat wij die weer laten aansluiten bij de HAVO-VWO-school. Nou, dat is één element. Het andere, dan zou op deze locatie
het beroepsonderwijs alleen achterblijven. Het beroepsonderwijs zit sowieso landelijk niet in de goede belangstellingssfeer. Daar is steeds minder belangstelling voor en dat dreigt steeds kleiner te worden. Terwijl je dan toch, omdat het bedrijfsleven in de regio daar heel veel vraag naar heeft en ons ook daarop wijst, willen we in stand houden. Dat kunnen we niet op zo'n kleine plek alleen in stand houden, dus die moeten we laten aansluiten. En dan kunnen we efficiënt groepen combineren en les blijven geven aan het onderwijsaanbod in de volle breedte. Dus vandaar dat wij het bij elkaar willen hebben op één locatie. Ik wil nog even iets zeggen over de communicatie. Ik heb in de eerdere raadsvergadering ook aangegeven dat het is zelfs een excuusvraag geworden dat we de eerste keer verzuimd hebben nu als direct aan wonen te informeren. Dat spijt ons, dat heb ik ook gezegd. Maar daarna, daar heb ik het verre van me, is er heel intensief in ieder geval pogingen ondernomen om goed te communiceren en zal het aan ons niet liggen om u constant op de hoogte te houden van ontwikkelingen en zaken die voor u van belang zijn. Dus dat wil ik toch wel even zeggen. Misschien dat de wet al 's ochtends kan op de afsluiten. Ja, dat wil ik graag doen. In de eerste plaats om u te bedanken dat u hier aanwezig was. We wisten van tevoren dat het best een benaderde inkomst zou zijn. Wij beseffen ook heel goed dat er belangen in het spel zijn van mensen, maar dat wij als gemeente daar toch de afweging moeten maken en uiteindelijk moeten gaan voor het maatschappelijk belang. Zie je me dat ik spreek voor mensen die daar heel direct mee betrokken zijn. Maar in ieder geval is het wel onze taak om die mensen goed te informeren, om we allen goed te informeren. En daar hebben we vanavond denk ik toch een eerste goede aanzet voor gedaan, denk ik. En die zult ook in het vervolgproces door ons op de hoogte gehouden worden. Maar goed, onderwijs, zoals ik in het begin al zei, is enorm belangrijk voor onze gemeente. En we gaan voor goed onderwijs. En we willen daar ook een hele leuke, mooie locatie voor aanbieden. Maar goed, daarbij beseffen we nogmaals dat daar ook andere belangen in het spel zijn. En daar willen we zo goed mogelijk rekening mee houden. Maar dat het hier en daar pijn zal doen, dat is ons wel duidelijk. Ook vanavond dat hier wordt. Maar goed, we proberen daar in ieder geval zo goed mogelijk om te gaan. En ik hoop dat u dat ook voor ons wilt aanbieden. Ik dank u voor uw komst. En misschien tot de volgende keer.